in het kader van de amateurapparaten. Dit is de Tentec R4020. QRP-setje wat een Waddle 5 doet voor 20 en 40 meter. Er is ook in allerlei andere versies te koop, ook van andere merken. Het is een leuk dingetje. Kan een hoop. Kan ook CQ geven met je kool erin. Ik zal het display even inzoomen. Dat is dat wel duidelijk. Dit is allemaal voor de bediening. Hè? Dit is voor de geheugens en VFO. Hiermee kun je de keyer instellen en je kunt het CQ aanzetten. Dit is verzwakker en filters. Er zitten 8 verschillende filterbreedtes in. Modulatiesoort en ritcontrol. Zo is het display wat beter in beeld. Kijk, hij ontvangt van 4 MHz tot 16 MHz. Dus je kunt er ook 30 meter mee luisteren. CW. Oh, dat is ritcontrol. Of SSB. Dat werkt zo weer met een pijltje. Je kunt stapjes maken van 100 Hz. Nou, ik doe iets verkeerd. Ik ken hem nog niet zo goed, hè. Van 1 kHz. En nog even ingedrukt houden. Van 100 kHz. Dan kun je heel snel van de ene band naar de andere band, hè. Dit is niet de goede antenne voor 20 meter hoor. Kijk of ik wat stations kan vinden. Nou, maar even naar 40 meter. Het is niet erg druk. Dit is wel een goede antenne voor. Nou, wel eventjes het filter demonstreren, maar voor mij gaat het dan op die. Op die Franse stations lukken nou. Ja, we naar de CW-band. Nou, er zitten ook wel een paar geheugens in. En wat ik wel leuk vind, het is dat hij ook op 60 meter ontvangt. Daar zit een baken waar ik veel naar luister. En dat zit hier. Kijken of die te horen is nu hoor. Dus het grootste deel van de dag is die wel even zwakker aan, dat ook niet.
Nou, leuk apparaatje, zonder meer.